Jullie hebben gesproken in de pilot-aflevering van Goeie Frag. Het is uiteindelijk toch die titel geworden, want iedereen zei, ja, Goeie Frag is eigenlijk best wel een goede titel. Dus er werden weer nieuwe frags aan onze crew gesteld en daarmee willen we eigenlijk gewoon meteen aftrappen. Overigens, even toch nog kort, het leuke is natuurlijk ook, we zouden ook vragen die per video ingezonden kunnen zijn, zouden we ook kunnen beantwoorden. Dat we gewoon in plaats van mijn lelijke rotkop, jouw video hier neerzetten waarin jij iets vraagt aan onze redactie. Kan natuurlijk ook, is maar een suggestie, hoef je niet te doen. Je mag hieronder ook gewoon je reacties droppen en daar je frags stellen. Maar bij deze, de vraagstelling van deze week is, welke game heeft jou tot een echte gamer gemaakt? Goeie frag. Wat mij tot een echte gamer heeft gemaakt? Nou, ik neem je eerst mee terug naar echt heel erg vroeger. Dat was echt mijn zussen, hè. Mijn zussen thuis, die hadden gewoon echt een Commodore 64. En daar speelde ik Command & Keen op. En het spel Ninja, dat was echt heel vet. Moet je eens opzoeken op YouTube, grappig. En als je die kan vinden, heb je pech. Dat is vervelend voor het editen. Maar ja, dan kan ik verder ook niks doen. Maar wanneer ik echt de game waar ik echt een gamer van werd, dan neem ik je mee terug naar het jaar 1995. Ik was een mannetje van een jaar of 10 en ik was bij een vriendje van mij thuis. Die heette Jan Willem. En die had de game Command & Conquer. En Command & Conquer was de eerste, of een van de eerste games, tenminste voor mij was het de eerste game waar echte acteurs jou toespraken. Weet je wel, gewoon echte guys die gewoon jou zeiden van, are you picking this up? We've got a problem with knobs. Are you picking this up? Good. En jij zat echt achter je computer van, ja maar dude, jij hebt een probleem met knobs. Ik ga jou helpen, want ik ben jouw commander. En vervolgens speelde ik Command & Conquer. En dan was altijd de beloning van elke missie, was dat aan het eind van elke missie kwam er en een cutscene. En daarna weer een nieuwe missie opdracht van een echte guy in een militair pak. Die stoer aan het doen was tegen jou, waarvan jij dacht, dude, waarom neemt de guy mij zo serieus? Ik ben gewoon maar een guy. En die game heb ik zoveel gespeeld, want het was eerst een demo van 3 levels. Dus die demo van 3 levels hadden wij een miljoen keer gespeeld. Toen heb ik die game gekocht en dat was denk ik, toen dacht ik van games kunnen meer met mij doen dan alleen maar, weet je, het is een spelletje, je doet een behendigheidsdingetje. Maar omdat die game echt een story had en echt tegen je sprak en echt belang gaf aan het feit dat je deed, dat is volgens mij, zijn dat de games die ik vandaag nog steeds het leukst vind. Games die een beetje een verhaal hebben, een beetje belang met wat je doet in plaats van nodeloos, nutteloos. Bijvoorbeeld Peggle, wat ik nooit speel. Iedereen heeft een Steamlijst. 700 uur. De game die mij tot gamer maakte. Dat is best wel, dat is wel weer een moeilijke vraag. Ik ben op de Atari 2600 begonnen toen ik jaar of 4, 5 was of zo. Ik ben echt heel vroeg begonnen met gamen. Maar het waren echt de echte oude games. Maar later kregen we een NES en een Sega. En dat was echt super tof. Maar ik denk toch dat ik echt meer gamer werd toen wij een PC kregen met Red Alert. Echt Command & Conquer Red Alert. De game speelde zich af in een alternatief universum van de Tweede Wereldoorlog. De cutscenes waren echt ijzersterk in elkaar gezet met echte acteurs. Net als Peter die noemde Command & Conquer, dat was ook met allemaal echte acteurs. En ja, wij liggen op dat gebied eigenlijk wel op dezelfde lijn. En ja, wat Red Alert zo goed maakte, 100 uren gameplay. Ik heb 100 uren gewoon skirmish gespeeld, gewoon een map, gewoon een basis bouwen, gewoon een leger bouwen, mijn leger helemaal volzetten met tanks, met soldaten, met beveiliging, met helikopters, vliegtuigen. Alles wat je maar kon bouwen, dat deed ik en ik verdiende enorm veel geld om dat allemaal te kunnen betalen. Allemaal oude PC-money's. En ja, het was gewoon legers afmaken. Gewoon echt met alle mannenmacht die je had, was het gewoon vijanden vernietigen, de basis tot op de grond platleggen. Ja, strategie-games. Het is nog steeds eigenlijk mijn favoriete game-genre, al speel ik tegenwoordig bijna geen strategie-games meer. Maar Red Alert was wel echt de basis die mij tot gamer maakte. En ja, waar ik nu eigenlijk zit, ook bij Gamersnet. Het is de start geweest van een mooie toekomst. De game die mij echt tot een gamer maakte, het zijn wel meerdere dingen geweest. Ik heb al van jongs af aan heel veel games gespeeld. Vroeger kreeg ik van mijn oom een originele Game Boy en ik heb daar heel veel Mario op gespeeld en Tetris en zo, dat soort zaken. Natuurlijk Age of Empires op de PC, maar het moment dat ik echt dacht van oké, dit hele game gebeuren wil ik de rest van mijn leven doen en heel veel, was waarschijnlijk met Battlefield 2.
Want Battlefield 2 was een shooter van ongekende proporties voor mij. Ik en mijn maten en ik op de middelbare school, we kwamen erachter van oké, dit is gaaf om met z'n allen te doen, weet je wel. Dan gaan we allemaal, kopen we allemaal headsetje en dan gaan we met elkaar praten in een of andere Teamspeak server die we dan ergens gevonden hadden. En dan gingen we gewoon urenlang Battlefield 2 spelen, proberen zo goed mogelijk te worden, onze eigen klasse te vinden. Gingen we echt de battle in met goede communicatie en rollenverdelingen. En toen dacht ik, wow, dit is zo vet. Het was een van de eerste games die ik veel online speelde en waar ik, nou ja, ik was er niet heel erg goed in, maar het was wel een game waar ik gewoon als eerste honderden uren in klokte. Kijk, een Age of Empires 2 of een Tetris of zo, ik speelde het wel en ik vond het natuurlijk super tof, maar het was Battlefield 2 dat ik dacht van, oh, ik heb er 500 uren in, dat kan nog wel een beetje toenemen, daar mag nog wel wat meer tijd en moeite in, want het was gewoon vet, het had een soort ruig gevoel en je wou er goed in zijn en je wou bovenaan die rankings komen of je wou een goede commander zijn, het had echt... Oh, het was de eerste game waar ik het gevoel had van, oh, teamwork is iets en dat wil je doen met je maten en gewoon keihard ervoor gaan, proberen gewoon die vlaggen te cappen en die punten te scoren. Ja, toen ik dat gewoon honderden uren op mijn account had geklokt, toen dacht ik, dit is iets, dit wil ik wel vaker zien, dit moeten we meer hebben. Dus sindsdien nog steeds een groot fan van de beste Battlefield games, maar Battlefield 2 was eigenlijk waar het voor mij echt begon, ja. Nou, ik heb in mijn jeugd best wel veel games gespeeld. Ik heb met mijn broer heel veel op LAN FIFA World 2000 of 2002 gespeeld. In ieder geval in Zuid-Korea. Ik heb Jazz Jack Rabbit heel veel gespeeld. Ik heb op het kinderdagverblijf nota bene heb ik heel veel Age of Empires gedaan. Dat was echt knokken om wie er mocht gamen. Maar de game die mij echt een gamer heeft gemaakt, dat is denk ik toch wel Halo 2. Omdat ik toen, in die game heb ik ellenlange dagen en nachten gespeeld, co-op gedaan, multiplayer gedaan in die grote map met die twee bunkers aan weerszijden en de bergen rondom, heb ik Halo 2 gespeeld. En waarom heeft dat mij nou een echte gamer gemaakt? Ja, dat is eigenlijk voornamelijk omdat dat de eerste game is waar ik echt ingezogen werd. Want het is eigenlijk in feite net als een echte oorlog. Je moet scherp blijven, je moet gefocust blijven, omdat je elk moment beschoten kan worden. En precies daarom is dat eigenlijk de game die mij een gamer heeft gemaakt en ik daardoor dacht van wauw, ik wil veel meer van dit. Ja, en dat was dus in het kort welke games onze crewleden geschapen hebben tot wat ze nu zijn. Welke games ons tot een gamer maakten. Heb je zelf ook een leuke vraag of wil je reageren op de vraag van deze week? Dat mag natuurlijk allemaal in de reacties hieronder. Stel een nieuwe frag aan ons en dan gaan wij die beantwoorden voor volgende week. We kijken welke redactieleden we hier naartoe kunnen slepen en dan gaan we gewoon jouw leuke vraag beantwoorden. Maak het iets persoonlijks, maak het iets moeilijks, maak het iets misschien een keer iets liefdevols. Welke karakters zouden wij mee willen trouwen? Ik noem maar iets. Ga lekker creatief en wij beantwoorden voor jou jouw gekke vraag. Tot snel. Of waarschijnlijk volgende week. Ik denk volgende week. We gaan het proberen. Verwacht niet te veel van ons.